Dan heb je het verkeerd te hebben, hè? Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag sta ik hier niet alleen, maar samen met Merle. En wij staan hier in de uitbreiding van het Flight Safety Center. En achter ons zien jullie een simulator van Boeing 737. Maar er staat hier nog wat spannends te gebeuren. En wij gaan de komende tijd uitzoeken wat. Mart, ja. Waarom staat hier een lege plek? We staan hier in ons nieuwe gebouw waar we twee cabinetrainers hebben staan. De 73 die staat al daar aan die kant. En de 777 die wordt straks hier opgebouwd. Ja, de cabinetrainer zelf, dus de hele cabine, die staat nog in Engeland. En ik durf het bijna niet te vragen, maar zou ik misschien naar Engeland mogen om die op te halen? Ja, dat kan zeker, want op dit moment wordt die verpakt. Dus het moet zeker lukken om die kant op te gaan. Here I am. Dit is de fabriek waar de simulator nu staat. Nou, dit is hem hoor. Veiligheid boven alles. So we're in the process now of finishing off lowering the trainer. We'll bring the vehicle under the trainer and secure it down. Moving it across the country tonight and ready to bring her in and put it in her final place. Marta is inmiddels onderweg terug uit Manchester en ik sta hier met Mart op Schiphol Oost. Wat is hier ondertussen allemaal gebeurd? Ondertussen is het motion systeem van de 777 opgebouwd hier achter mij. Het staat ook onder spanning, met andere woorden, de elektriciteit staat erop. Dus we zijn helemaal klaar voor de 777 die deze kant op komt. Het transport wordt nu gedaan over de weg, maar ook op de Nederlandse waterwegen. De reden is dat het eigenlijk veel makkelijker en simpeler is en veiliger uit te voeren. Arriveert hier op Schiphol en ze zijn hier achter mij de hele nacht bezig geweest om hem naar binnen te krijgen. En ze gaan hem nu op hoogte brengen, dus laten we kijken hoe dat gaat. Nou, een aantal weken verder en hier staat hij dan. Ja, Mart, hoe is het gegaan? Ja, het is fantastisch gegaan. We zijn super tevreden met dit apparaat, omdat we al een aantal keren hebben getraind. We kunnen nu veel meer mensen op een andere manier bedienen, wat ik eigenlijk ook graag wel binnen wil laten ervaren door een klein stukje ermee te gaan vliegen. Net een echt vliegtuig. Ja. Dan heb je een serveerkeur, mens. Ja, en dan denk ik wel dat je ontzettend snel gaat zitten. Want ik bedien het nu met de hand, maar een lesplan zet je aan. En dan kan je gewoon, vervolgens hoef je niks aan te doen. En dan loop je gewoon rond met je cursist. En op die manier kan je wat extra toevoegen aan het lesplan wat al bestaat. En die vrijheid die hadden we eigenlijk nooit. Dat je vrij kan bewegen in de cabine. En dat je kan zeggen van ik wil eigenlijk iets laten gebeuren. Omdat dat je trainingsdoel extra benadrukt. Onze missie zit erop. Mart, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Super. Dankjewel. Goed gedaan en wat mij betreft nu wegwezen jullie. Gaat er gaan. Vond je nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En abonneer je hier op ons kanaal. Tot de volgende keer. Doei.